Goeiedag, dames en heren en al de rest die aan het kijken is. Welkom bij de allereerste burgerschapsborrel ooit. En we hebben hier water bij ons. Dus ik weet niet of het triest is of juist heel gezond. Voor u thuis, ik zou zeggen, neem er echt een borrel bij. Chipjes, nootjes enzovoort. Want wij gaan het hebben over burgerschapsonderwijs. Maar we doen dat in de meest relaxe manier ever met deze borrel. Welkom, georganiseerd trouwens door zowel de VO-raad als de PO-raad als Stichting School en Veiligheid. Het feit dat die al kunnen samenwerken, geeft al moed aan een mens. Nu, het is zo, wij gaan voor de planning. Er zijn mensen die houden van planning. Mijn naam is Lucas de Man. Ik mag dit een klein beetje goede of minder goede banen leiden, hangt een beetje van het gesprek af. Ik heb een fantastische gast die straks u zal overrompelen met kennis en liefde, vooral over hoe we het burgerschapsonderwijs kunnen toepassen. Zeker hoe we daar maatschappelijke problemen mee zouden kunnen aanpakken, nu al in de kiem. Maar dit is natuurlijk Nederland, dus het is interactief, dames en heren. En dat kunt u doen door de chatfunctie. En nu is het punt meestal waar de helft al afhaakt. Kijk. Of u bent dit aan het kijken op volledig scherm, wat ik begrijp, weet je, want wij zijn in beeld. Maar als u zegt, ik wil heel graag ook meedoen, dan moet u eventjes het beeld wat kleiner maken. Dan gaat u naar de chatfunctie en dan kunt u daarin zeggen wat u wil. Dus u kunt dat tegen ons doen door te zeggen, vraag aan Lucas of vraag aan Karim. Dan komen die vragen bij mij toe. Of u zegt, nee, ik wil graag gewoon in het wilde weg kletsen met iemand anders, want het is tenslotte een borrel. Dat kan dat ook. Ja? Dan komt dat niet bij mij of bij Karim. Don't worry, je kan zeggen wat je wil. Dus in de chat zou ik zeggen, praat wat je wil, maar als je een vraag hebt, schrijf daarbij vraag en dan Lucas of Karim of in het algemeen. Ja, helder, groot beeld, klein beeld, vragen en we weten waar we zijn. Zo, moest ik wijn hebben, ik zou er nu al aan beginnen. Karim, ik mag je aankondigen en echt waar, ik ken die al een beetje. Toen ben ik gaan opzoeken, want ik dacht, ik wil het goed doen. Ik wil al zijn slash dingen hebben, alleen mijn blad is te klein. Hè? Dus, nee, maar je maakt tv-programma's en je schrijft boeken en je bent vader en je geeft nog les ook nog een keer, want je staat dus in de praktijk. Je bent prijswinnaar, hè? Minnaar heb ik ook gehoord van een vrouw, af en toe nog als je er bent. Dus het houdt maar niet op. Is het omdat je energie te over hebt of is het omdat het allemaal verbonden is aan elkaar? Het is allemaal aan elkaar verbonden. En dat heeft te maken met dat onderwijs en dus sociaal-maatschappelijke uitdagingen aanpakken. En alles dient het doel om die beide met elkaar te verbinden en te versterken ten behoeve van hopelijk wat meer verbinding in de samenleving. Hopelijk wat meer verbinding in de samenleving. Wat we nu gaan doen is, we gaan jou de vloer geven. Hè? Take the floor. In de camera ga je een presentatie doen. Prezi zelfs, dus een soort van beyond PowerPoint. Ja. Dus ik zou zeggen, dames en heren, van achter uw scherm, en dat kunnen wij voelen tot hier, gelieve een applaus te geven voor Karim Amgar. Yes. Dank jullie wel, man. En dank je wel, PO-raad, VO-raad, Stichting School en Veiligheid. Respect voor het feit dat jullie dit doen. En dat zeg ik omdat het is easy om de motivatie te hebben en inspiratie te hebben op het moment dat er iets actueel gebeurt. Zoals bijvoorbeeld de moord op een leerkracht in Frankrijk, Samuel Paty. Maar het is nog moediger en inspirerend om te zeggen, daarna gaan we er ook nog mee aan de slag. Ook al is het niet per se iets extreem actueels op dit moment, zowel in het nieuws als in mijn klaslokaal. Het betekent investeren en zoiets dat doe je preventief in mijn ogen. En daar gaan we het vandaag voor een groot deel ook over hebben. En ik ben enorm blij met al die aandacht voor burgerschap. En dat zeg ik natuurlijk ook al een klein beetje uit eigen belang, want ik ben leerkracht in onder andere burgerschap. Wat we gaan doen is, we hebben eigenlijk al een beetje kort kennis kunnen maken, de noodzaak van burgerschap benoemen, de klas als oefenplaats, daar waar je, excuse my French, maar waar je op je bek mag gaan en daardoor ook te leren, echt een soort growth mindset te kunnen ontwikkelen. Wat in heel veel situaties, in heel veel gezinnen niet vanzelfsprekend is. We gaan het hebben over kansengelijkheid of kansenongelijkheid, hoe je het noemen wil. Diversiteit en inclusie en radicalisering en polarisatie. Kort wie ik ben, Karim Amgar, 31 jaar, vader van twee hele lieve dochtertjes. Hajar, 4 en Zeynep, 1 jaar. Kom uit een gezin van 11. 9 jongens, 2 meiden. Dus ik heb 7 broers, 2 zussen en 1 broertje. Mijn broertje en ik zijn in Nederland geboren en de rest is allemaal in Marokko geboren. In de jaren 80 zijn we hier naartoe gekomen.
En dit zeg ik omdat zowel die roots voor mij een enorme inspiratie zijn en mijn kinderen een enorme inspiratie voor mij zijn. En mijn vader, die in 2013 overleden is, die me altijd geleerd heeft om vanuit de kracht van je roots te opereren, om mooie dingen te kunnen doen voor de plek waar je nu bent. En dat is in mijn geval in Nederland. En dat dat juist alleen maar heel versterkend werkt. En die man die heeft mij heel veel meegegeven over hoe belangrijk educatie is en de struggle die hij zelf heeft moeten meemaken om als analfabeet een aantal woorden te leren om überhaupt hele basale dingen als boodschappen te kunnen doen. Die hebben mij enorm geïnspireerd om uiteindelijk ook veel meer in het onderwijs te gaan doen. En die laaggeletterdheid, taalachterstand, die taalachterstanden die mensen hebben, gerelateerd vaak ook aan die sociaal-economische status, om die echt aan te pakken. Dus er zit een hele basale personal component in om dit aan te pakken. Ik schrijf veel. Ik maak het een en ander voor de NTR. En hopelijk binnenkort een heel mooi programma over lastige gesprekken in de klas. Zo ook burgerschap. En last but not least, ik hou enorm van hardlopen. Daar raak ik dan nog wel mijn laatste energie zeg maar kwijt. Om meteen maar te gaan naar waar het eigenlijk over gaat. En dat is burgerschap. Burgerschap is in mijn ogen, ja, excuse me als je dus geen burgerschap geeft. Maar burgerschap is in mijn ogen het belangrijkste vak, zeker anno 2020, in de overgang ook naar 2021. Als we kijken naar de komst van alternatieve media en de gaten op de weg die het met zich meegebracht heeft. En zeker dat effect dat het heeft op het klaslokaal momenteel. Wat ik bijvoorbeeld zie in het klaslokaal, zelfs bij klassen waar ik een hele goede relatie mee heb, is dat het heel lastig het gesprek te voeren is over bijvoorbeeld feiten. Je ziet dat fake news, disinformation, misinformation, complottheorieën een steeds belangrijkere en grotere rol in het klaslokaal zijn gaan spelen. En als jij dan op een gegeven moment probeert op basis van feiten een gesprek te voeren met studenten, dan is dat heel lastig. En in burgerschap, en zo ook in wat gerelateerde vakken zoals maatschappijleer, zoals omgangskunde, social skills, SOB, loopbaanoriëntatie en begeleiding, die raken daar eigenlijk een beetje aan. Hè. De kern is even in dit geval burgerschap. In die vakken kun je heel veel doen om ervoor te zorgen dat jongeren de vaardigheden leren die ze thuis niet als vanzelfsprekend geleerd hebben. Daarom noem ik het ook, burgerschap noem ik ook wel een vak waarin eigenlijk levensvaardigheden aangeleerd wordt. Want je moet het zomaar zien, er zijn heel veel gezinnen die aan de huiskamertafel praten over kerst, Sinterklaas, met elkaar praten over de actualiteiten in de wereld. Die praten over aanslagen, die praten over, maar ook hele mooie dingen, hè, maar ook gewoon over homoseksualiteit, over antisemitisme, islamofobie, fake news, alternatieve media. Die hebben hele duidelijke regels over hoe die alternatieve media gebruikt moet worden, wat het met je kan doen. Die leren kinderen om zelfredzaam en weerbaar te worden. Alleen dat is niet vanzelfsprekend bij heel veel gezinnen, en met name bij gezinnen met een lagere sociaal-economische status. Ouders met een minder dikke portemonnee, ouders met een minder hoog opleidingsniveau, tot aan ouders die geen opleiding hebben genoten. Nogmaals, het is dus niet zo, het is een ideaal typisch model, hè? Het is dus niet zo dat iedere ouder die geen opleiding heeft genoten of die een lage sociaal-economische status heeft, die als vanzelfsprekend een slechte opvoeding heeft of zo. Nee, of course niet. Maar over het algemeen is dat wel zo. Hè? Onderzoek van de onderwijsinspectie toont dat ook aan, dat er een hele duidelijke relatie is tussen dit soort componenten en sociaal-economische status. Zo ook in mijn situatie is het zo dat ik, zeker ook omdat we gewoon een gezin hadden van 11, maar daarnaast ook omdat we een lagere sociaal-economische status hadden. Mijn vader was vooral bezig met heel hard werken om ervoor te zorgen dat alles betaald kon worden. Mijn moeder was vooral bezig met het opvoeden van de kinderen thuis, dat er eten op tafel was en ga zo maar door. En dat zorgde er dus voor dat we bepaalde vaardigheden niet leerden. Die leerden we op school weer wel. Niet altijd alles, dat was altijd wel lastig, maar uiteindelijk kwam dat gelukkig in mijn geval, omdat ik heel veel broers en zussen had, gelukkig nog, die mij heel veel dingen hebben kunnen aanleren. Maar heel veel gezinnen hebben dat niet.
Om maar een voorbeeld te geven, de reden dat ik in het onderwijs ben gaan werken is het volgende. Ik heb dus zelf te maken gehad met kansongelijkheid. Daar heb ik een mooie serie voor de NTR over kunnen maken. Die wordt herhaald trouwens in februari. Dus als je het nog niet gezien hebt, online kun je het nog eens kijken. Karin pakt zijn kans. Als je het niet online wil kijken, maar graag op tv, dan kan dat. Dan gaat het in februari, komt het weer op tv 2021. En daarnaast ben ik, nadat ik klaar was met mijn studie, ben ik gaan werken bij een Amerikaans bedrijf, RGIS. Het was een heel hiërarchisch bedrijf. Moest altijd met pakken werken. Dat zie je nu eigenlijk nog wel een beetje aan me. Sommige mensen vinden het leuk, maar sommige mensen vinden het wat minder leuk. Hè? Dankjewel, dankjewel. Maar oprecht, hè, dat is er echt nog een beetje ingebleven. Toen ik net in het onderwijs was gaan werken en begon, toen vroegen mensen ook mij heel vaak, waarom ben je gekleed zoals je gekleed bent? En uiteindelijk kwam ik daar op een positie terecht. Heel hiërarchisch. Dat lukte mij heel goed. Mijn vader leerde mij namelijk altijd, de baas is de baas en de luister je naar. En op een gegeven moment was ik verantwoordelijk voor het aannemen van nieuw personeel en trainen van huidig personeel. En er was een jongen na ongeveer 2 weken of zo op die positie, die solliciteerde en die kwam aan en had een heel goed cv, een hele goede motivatiebrief. Zodanig goed dat ik eigenlijk zijn spullen al besteld had. En 11 uur zou die komen, 11 uur niemand. 5 over 11. Niemand, 10 over 11, niemand. En om 10:15, ik zeg, kom binnen. En die jongen die doet de deur half open en die zegt, Ewa. Dus ik zeg, pardon. Hij zegt, je bent ook Marokkaans, toch? Ik zeg, ja. Hij zegt, Ewa, dan, nou oké. Okay. Ik zeg, kom binnen. En die jongen die komt binnen, heeft een Gucci-petje op, trainingspak aan, witte Nike Max schoentjes aan. Dan heb ik niks tegen zo'n outfit, maar in ieder geval niet handig voor een sollicitatiegesprek. Was heel slecht voorbereid, wist niks over de baan, wist niks over het bedrijf. En die zat half op zijn stoel en na 5 minuten weggestuurd. Hij was boos. Hij was echt boos op mij. Hij dacht, die gast die haat mij. En volgens mij is het een overloper, een kaaskop. En hij verloochent zijn Marokkaanse roots, whatever. En de jongen die liep weg en ik liep hem toch achterna. Want ik was toch getriggerd over wat nou de reden was dat hij nou zo boos was. Dus ik liep achter hem aan en ik greep hem bij zijn arm. Ik had gelijk iets geleerd. Als iemand boos is, moet je hem niet aanraken. Hij rukt zich los, weet je wel. En op een gegeven moment zeg ik tegen hem van, waarom ben je nou niet voorbereid? Hij zegt, hoe bedoel je, ben je niet voorbereid? Ik zeg, heb je ouders je niet voorbereid? Hij zegt, ja, mijn ouders spreken nauwelijks Nederlands. Had ik ook. En op een gegeven moment zei ik tegen hem, en je broers en zussen dan? En toen zei hij, mijn broers en zussen, die heb ik niet. Ik ben de oudste. En toen zei ik, oh shit, die had ik namelijk wel. En toen zei ik, maar heb je school toch altijd nog? Zei hij, ja, dan leer ik cv's en motivatiebrieven maken. Dat is waarom hij zo'n goed cv en motivatiebrief had. Maar hij leerde daar niet over hoe je te gedragen, hoe leer je bepaalde levensvaardigheden, hoe leer je ook kritisch te zijn, dat hij nou niet boos op mij had moeten zijn, maar boos op zichzelf had moeten zijn. En uiteindelijk belde ik die school op, in Rotterdam, mbo-school. En daar werk ik nu 9 jaar later nog steeds. Want ik belde op en ik zei, ja, hallo, kom op jongens. Jullie bereiden jongens niet en meiden niet alleen op tot aan het diploma, maar ook tot leven in de samenleving. Weet je wel? Burgerschap. En toen zei ze tegen mij, nee, dat is niet waar, bla, bla, bla. En 2 weken later kwam ik daar. En maakte ik ze duidelijk dat het heel belangrijk is dat je vooral dit soort jongeren, en het is niet een etnisch ding, hè? Dat is wel heel belangrijk om uit te leggen. Het is een sociaal-economisch ding die echt enorm veel waarde hieraan hechten, omdat het voor hun niet vanzelfsprekend is dat ze dit leren. En in zo'n klaslokaal mag hij namelijk op je bek gaan. Ik had liever gehad dat hij deze fout die hij nu bij mij maakt, en daardoor kostte het hem een kans op een baan, dat hij die fout in het klaslokaal had gemaakt. Dus burgerschap is van essentieel belang, omdat je in het onderwijs en daarmee dus ook met name met burgerschap bouwt aan het fundament van goed werkend onderwijs. Daar bouw je namelijk aan en vervolgens bouw je er een huis op die vervolgens ook een storm aan kan. Op het moment dat je namelijk aan onderwijs bouwt en het fundament is rot en vervolgens gaat de arbeidsmarkt op en je bouwt aan een huis, aan een carrière voor jezelf en dat fundament is rot en er komt een storm aan. Bijvoorbeeld een aanslag, zoals op Samuel Paty. Dan stort dat huis meteen in als een kaartenhuis. En je wil dus dat dat fundament gewoon sterk is en sterk blijft. En al die componenten die in burgerschap voorbij komen, die raken daaraan. Wat burgerschap dus vooral niet is, is burgerschap is vooral niet een soort
ik noem het maar met alle respect hè, op welke partij je stemt, maar ik vind D66 al zo'n lekkere middenpartij. Het is dus geen D66-machine waarbij je een soort middelmatige middel-Nederlander creëert met iedereen loopt in de pas en liberaal gedachtegoed, whatever. Nee, het is vooral een vak waarbij je leert jongeren autonoom te denken. Het gaat over diversiteit en inclusie, over kansongelijkheid, over radicalisering en polarisatie, over het aanvullen van de toolkit van een jongere om te komen tot een burger die goed mee kan in die samenleving. En het gaat over een ontwikkelproces. Het gaat over emotionele en verstandelijke ontwikkeling. Het gaat over diversiteit en inclusie. Het gaat over zorg. Dus echt die, ik noem het altijd het onderwijssysteem zoals we het sinds de Tweede Wereldoorlog hebben opgebouwd met elkaar. Is het opgebouwd met een soort fabrieksinstelling. Hè? Dat was namelijk toen de meeste banen waren industrie, fabriek, werk, waarbij je een chef had vooraan en allemaal mensen zo naast elkaar die luisterden naar de chef die zei, we gaan nu dit doen, je gaat nu inpakken, je doet nu die beweging. Dat is al lang veranderd. Dus we moeten ook in dat opzicht mee met de tijd. Maar tegelijkertijd hebben we toen niet goed nagedacht over de ontwikkeling van de aankomende jaren. Zeker sinds de komst van alternatieve media merk je dat het onderwijssysteem heel erg afhankelijk is geworden van externe factoren. Dus de externe factoren heb je toegang tot schaduwonderwijs. Heb je ouders die je kunnen helpen met rekenen, Nederlands en dergelijke? Heb je ouders die met jou naar zwemles gaan? Die met jou voorlezen voor het slapen gaan? Weet je? Ik bedoel, hele basale dingen. Samen met jou aan de eetkamertafel eten en de dag doornemen en je leert analyseren. Dus het onderwijssysteem is heel erg afhankelijk van al die externe factoren om je volle potentie te kunnen bereiken. Alleen nu merk je dat mensen met een lage sociaal-economische status dat met name missen. Die hebben dat niet. Die missen die externe factoren, waardoor ze dus eigenlijk nauwelijks hun volle potentie kunnen bereiken op een enkeling na. En die armoede is groot, hè? We praten hier over 1 op de 4 kinderen in Rotterdam, bijvoorbeeld, leeft op onder de armoedegrens en gaat dus naar huis of gaat dus naar school met honger en gaat vaak naar huis met honger en leert dus eigenlijk nauwelijks iets. Want op het moment dat je met honger naar school gaat, met andere issues, met een onveiligheid thuis, dan kom je dus met een hele zware rugtas naar school. En als jouw rugzak zodanig zwaar is, dan kom je nauwelijks tot leren toe. En dat is wel heel triest. En dat geldt voor bijvoorbeeld in Amsterdam, is het 1 op de 5 kinderen. En ik vroeg me altijd af van, wat is die armoedegrens nou eigenlijk? En ik schrok me dood, hè. Je praat echt over €1.040 voor een alleenstaande ouder. €1.040 voor een alleenstaande ouder heb je. En als je daar tegenaan zit, of net eronder, dan leef je onder de armoedegrens. Daar kun je nauwelijks mee leven. Er is iemand die deed er een experiment voor. Nou ja, dan leef je dus eigenlijk gewoon op droge macaroni en aardappels. En no way dat jij naar een museum toe kunt gaan om bepaalde vaardigheden te leren. No way dat jij naar een theater toe kunt gaan. No way dat jij mensen ontmoet op de hockey. Als je geluk hebt, dan zit je op voetbal en is dat betaald door de overheid. En ga ze maar doen. Dus het is echt bizar hoe ingewikkeld dat is. Maar wat je dan terugkrijgt van mensen in het onderwijs is dat er angst is om bepaalde onderwerpen te bespreken. En daarom maar overgaan op een soort standaardstramien. Want je hoort vaak, vooral de mensen die nu ook thuis aan het kijken zijn, die herkennen dit waarschijnlijk ook, is op het moment dat er stress is in het onderwijsteam, dan wordt er gezegd, er is nu stress, we gaan bijna de rode cijfers in, waar gaan we examentraining in geven? Oh ja, dat doen we wel op die burgerschapslessen, want er is een soort aanwezigheidsplicht. En als we die uren dan gebruiken, dan komt het wel goed. Wat je eigenlijk doet, is juist die externe factoren die je nodig hebt om tot leren toe te komen, ook in die examentraining, die hou je weg. Dus nog minder leersetting, nog minder in een soort leerstand komen. Er is angst voor bepaalde onderwerpen om te bespreken, want ze hebben niet de juiste tools. Zijn bang om slapende honden wakker te maken. Bijvoorbeeld, laatste school die zei, we zijn bang om te praten over spotprenten. Bang, niet als in knikkende knieën. Hè? Bang als in, als we het straks bespreken, dat straks ineens iemand dat er iets aangaat en iemand alleen nog meer geradicaliseerd raakt. Van jihadistische radicalisering tot rechtsextremistische radicalisering. Hè? Wat je bijvoorbeeld nu ziet bij mensen die de Holocaust ontkennen of schreeuwen dat homo's van 10 hoog afgegooid zouden moeten worden. Whatever. Er zijn natuurlijk
dingen die verschrikkelijk zijn. Alleen Eckhart Tolle, filosoof, die weet het zo mooi uit te leggen. Die zegt altijd, in The Power of Now bijvoorbeeld, een heel mooi boek wat ik je echt kan aanraden. Volgens mij heet het in het Nederlands De Kracht van Nu. Absoluut. Is ook vertaald ook. En in dat boek zegt hij, iedereen wordt onbevlekt geboren. Vervolgens bouw je een pijnlichaam op. En dat is met kinderen die een onveilige thuissituatie hebben. En gecombineerd ook nog eens met een lage sociaal-economische status. Met alle respect, dan heb je echt dubbele klappen. Onveilige thuissituatie. Je hebt misschien wel echt letterlijk met mishandeling te maken van je ouders. Emotioneel, fysiek, weet je. En dan bouw je dus een hele dikke pijnlichaam op. Dan is het eigenlijk nauwelijks mogelijk om door die pijnlichaam heen te breken, om kinderen echt bepaalde vaardigheden te leren, om zelfredzaam, kritisch te kunnen zijn en weerbaar te kunnen zijn tegen geluiden van mensen die radicaal zijn en die hele gekke gedachten hebben. En je ook misbruiken als een pion om iets verschrikkelijks te doen in de samenleving. Unconscious bias zijn geluiden die je terugkrijgt. Unconscious bias is gewoon, gaat eigenlijk een lekkere Engelse term. Hè? Gaat over onbewuste vooroordelen. Exact hetzelfde geldt over wat Eckhart Tolle zegt over die pijnlichaam bij kinderen. Is die pijnlichaam ook aanwezig bij onderwijzers? Want een onderwijzer in Sint-Michielsgestel, met alle respect, mooi dorp. Als je daar opgroeit, heb je te maken met weinig diversiteit. Dat geldt ook voor heel veel dorpen in de omgeving van Friesland. Dat geldt ook voor Blijswijk, waar ik trouwens vandaan kom. Is het niet vanzelfsprekend dat je met alle achtergronden, religies, heel nauw te maken hebt. En als je enige encounter met mensen met een niet-Westers-Nederlandse achtergrond bijvoorbeeld is opsporing verzocht, dan heb je een hele narrow, een hele beperkte referentiekader. En als je referentiekader beperkt is, dan ben je heel erg vatbaar voor de dingen die jij op je algoritme, dus die algoritmes voor jou op jouw tijdlijn plaatsen, daar ben je vatbaar voor. Als je een aantal fake news items tegenkomt, ook als onderwijzer, hè, over vluchtelingenhaat, over vluchtelingen zijn hier alleen maar om je brood af te pakken, je banen af te pakken en de huizen over te nemen. Daarom zijn er geen sociale huurwoningen meer. Nee, zijn geen sociale huurwoningen meer, omdat er op een hele bizarre manier beleid wordt gemaakt op de arbeidsmarkt en dat die sociale huurwoningen enorm ingeperkt worden en dat er alleen maar koopwoningen bijkomen en dat er alleen maar mensen 15, sorry, ik haak af. Omdat het me enorm raakt, omdat ik dat verschrikkelijk vind, weet je. Dus het is zo belangrijk dat we al die geluiden uit dat onderwijs meenemen, al die geluiden van kinderen meenemen, omdat de oplossing voor deze twee zaken heel erg in het burgerschapsonderwijs zit. En niet in dat ene uurtje burgerschapsonderwijs. Het is ook echt een oproep aan de mensen die, en daarom ben ik zo blij dat de PO-raad, VO-raad en Stichting Scholen Veiligheid die heel goed in contact staan met het ministerie van het Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, is dat we echt ons geluid laten horen over hoe essentieel het is. Ook als je aardrijkskunde geeft, je gaat aardrijkskunde beter geven als je burgerschapsonderwijs in je school goed geregeld is. Want dan zijn die rugzakjes leeg in burgerschap, leren ze namelijk vaardigheden die ze in de school en buiten de school kunnen gebruiken, waardoor je beter tot aardrijkskunde toe kunt komen en geschiedenis. Dus essentieel belang dat we hier met z'n allen onze schouders onderzetten. En dat we voelen waarom het urgent is om niet maar één uur te geven, maar echt toe te gaan. Even in mijn, voor mijn gevoel zouden het er echt minimaal twee en maximaal vier moeten zijn. Het liefst vier, maar goed. Want je zorgt er echt voor dat je kinderen heel goed voorbereidt op die samenleving. In mijn ogen ben je bezig binnen burgerschapsonderwijs met een aantal componenten. En dat is samenleven, jezelf zijn in het geheel. Dus dat betekent met hijab en al, dus is hoofddoek vertaald, in je eigen gender, in je eigen geaardheid, in je geloof, in je whatever. Wat je voelt, wat je bent, dat je dat kunt zijn. En dat je ook leert, niet alleen, want je hebt drie componenten in een soort pestgedrag. Dat je niet alleen mensen leert om weerbaar en zelfredzaam te zijn. Dat je niet alleen leert mensen fatsoenlijk met elkaar om te gaan in Nederland. Maar dat je ook leert aan mensen om voor elkaar op te kunnen komen. Als iemand anders zijn vrijheid in het geding komt, of iemand anders voelt zich niet goed, dat je voor elkaar kunt opkomen. Je mening leert vormen. Hè? Dus ik noem het altijd, en dat is niet echt een lekkere woordkeuze, maar het dekt de lading wel heel erg. Je bewapent
letterlijk in woorden de kinderen om een goede mening te kunnen vormen, om dingen te kunnen beargumenteren, om kritisch te kunnen zijn op bepaalde fake news items die ze tegenkomen. Want vandaag mocht ik nog twee geweldige talkshows hosten bij de World Press Freedom Conference. En daar ging het over fake news. En dat echt grote partijen in de wereld zoals BBC, maar dus zo ook Nieuwsuur en NOS, te maken hebben met bepaalde figuren die het NOS-logo en de website zodanig kunnen framen, neerzetten, dat het echt niet kan, dat het echt lijkt op serieus echt nieuws. Het wordt ook een soort getweet door een neppagina van BBC op Twitter bijvoorbeeld, of gepost door een fake pagina op Facebook van BBC. Nou, en zie dan nog maar als kind die uit een lage sociaal-economische status klasse komt, met weinig veiligheid thuis, met weinig vaardigheden geleerd, om dan nog kritisch daarover te kunnen nadenken. Dus dat je die kids bewapent met die vaardigheden. Dat je nieuwsgierigheid aanzet, dat je het goede gesprek met ze kunt aangaan over het eens en oneens zijn met elkaar. En dat het ook oké is om oneens te zijn. Hè? Heel vaak denken mensen, we moeten debatteren. Hè? Dus we leven in Nederland ook heel erg, omdat we voor een soort voorbeeldgesprek kijken naar de Tweede Kamer. Ik bedoel, het gaat daar vaak ook heel erg goed. Hè? Maar het gaat vaak ook niet goed. En vaak die niet zo goede gesprekken, die worden heel erg onder de aandacht gebracht. Die zien we dan in het nieuws. En dan zien we heel erg dat het gaat over keihard debatteren. En dat het pas oké is als je het volledig met elkaar eens bent. Nee, dat je leert dat het oké is in Nederland dat we het oneens zijn met elkaar. Daar is die democratie voor. De kracht van die democratie, die is ook heel erg ingebed zit in dat burgerschapsonderwijs, is niet alleen dat de stem van de meerderheid geldt, maar dat de stem van de minderheid wordt gerespecteerd en dat we die meenemen in besluitvorming van essentieel belang. Hoe lang heb ik trouwens nog? Want ik loop alleen maar door te ratelen. Nee, maar kijk, ik ben zo opgevoed dat ik mensen laat uitspreken. Ach, wel. Maar er zijn hier al vragen. Zal ik gewoon even een vraag? Ja, ja, is goed dan? Hoor. Dan gaan we tussendoor helemaal door. Helemaal in een prezi, dus ik weet niet hoeveel. Nee, graag juist. Die interactie dus is heerlijk. Even op dingen die je gezegd hebt. Dus één iemand schrijft hier van vraag voor Karim. Dus dat is toepasselijk. De overheid richt zich binnen de komstige wetgeving en dus de kaders voor PO en VO burgerschap ook op een duidelijkere plaats en afbaking van kennis tegenover bijvoorbeeld democratische rechts. Wat is jouw idee over hoe en waar dit een plaats moet krijgen? Bij burgerschap of meer geschiedenis of maatschappijleer? Welke kennis is volgens jou van belang? Is dat eigenlijk, en moet burgerschap dan wel een apart vak zijn? Dus ten eerste zijn het 15 vragen tegelijk. Maar ja, okay. maar wel, het dekt wel echt meteen een aantal hele belangrijke dingen. Ik weet niet of diegene die vraag gesteld heeft, maar de rest van mijn presentatie stiekem al gezien heeft. Maar we zouden daar straks nog op komen. Ik denk het wel. Ik denk dat die persoon zelf is gaan doorscrollen gezien jij zo lang precies, bent. Precies, ja, omdat ik zo lang van stof ben. Hè? Nee, maar dat geeft niet. Kijk, het mooie is, het raakt jou zo hard. Ja, weet je? Zeker. Een andere vraag die op aanzet, want je gaat dus in je presentatie erop komen, is als je 4 uur burgerschap gaat geven, welke andere lessen in het o zo volle programma moeten dan sneuvelen? Ja, goeie vraag. Gaan de kinderen langer naar school? Nee, ik denk dat hoe wij nu het onderwijs geregeld hebben, om eerst antwoord te geven op de eerste vraag, toch maar even, omdat anders iemand denkt van, oh, wat is die arrogant. Ik word niet gezien en dan krijg je dat weer. Exact, hè? Maar het is wel waar. Goeie vraag. Burgerschap moet in mijn ogen, maar dat is mijn filosofie, moet een vak zijn en een rode draad door de hele opleiding. Dus dat betekent dat het zowel in geschiedenis voorbij moet komen als in aardrijkskunde voorbij moet komen en een apart vak zijn. En dat zeg ik omdat ik zoveel scholen al in de afgelopen jaren in het mbo voortgezet onderwijs ook gezien heb, waarbij burgerschap alleen een rode draad is geweest. En dat verdween uiteindelijk op het moment dat het rustig is in de school. Er zijn geen aanslagen in de wereld. Er is geen onrust. Het gaat allemaal oké. Daar ben ik natuurlijk enorm blij mee als dat zo is. Maar ook dan is het belangrijk om het dan nog weer te hebben over de kracht van de democratie. Om het te hebben over fake news. Om het te hebben over spotprenten. Om het te hebben over jezelf te kunnen zijn en je oordeel te kunnen vormen binnen een samenleving waarbij er een enorme vrijheid is en die kaders nauwelijks zichtbaar zijn. En dus zeker een vak en een rode draad. En als je het hebt over waar moet het nou waar moet het in? Lastig. Kan ik me heel goed voorstellen. Maar we moeten minder naar een soort onderwijssysteem. Een Amerikaans onderwijssysteem waarbij we heel erg gepropt in een soort kader zitten in een week. Maar veel meer gaan loslaten. Waarbij we. Want
In mijn mening, in mijn filosofie is het zo dat, dat we helemaal niet zoveel lesuren nodig hebben als die we nu hebben. Dat we nu die gepropte 25 tot 30 lesuren, soms meer, in een week hebben, is niet nodig. Sommige uren, je hebt in het onderwijs heel erg in onderwijstermen sprekend. Je hebt van die boturen, weet je wel. Je hebt dus van die contacturen en die niet-contacturen en stageuren. En bij elkaar is dat iets van 1200 nog iets uren die gegeven moeten worden. Ja, in een week, ja. Ja, en dit hoeft niet. We kunnen veel meer zeggen. We moeten wat meer gaan loslaten. We moeten even met alle respect wat minder de focus leggen op bepaalde vakken, zoals aardrijkskunde of geschiedenis, die super belangrijk zijn, hè? Echt super belangrijk zijn. Maar we moeten die onderwijzers meer de tools geven om bijvoorbeeld opdrachten op afstand te doen. Dat ze meer in voorbereiding kunnen zitten dan dat ze nu zitten. En dat ze mooie opdrachten kunnen maken, et cetera. En dat we veel meer soft skills gaan ontwikkelen. Snap ik, Karim. Maar mag dan toch, want als jij dit voorstelt, en je hebt daarnet gezegd dat heel veel kinderen vanuit sociaal-economisch lagere klasses, dat die juist heel erg weinig stimulans krijgen van thuis. En dan ben ik op afstand als zo'n kind, zit ik daar thuis in alle chaos. En dan krijg ik een hele opdracht die ik moet doen. Heb je niet het gevoel dan als je dat gaat doen dat nog meer kinderen eigenlijk achter komen te lopen? Dat ze juist op school zijn en daar dan allemaal tools krijgen? Ja, goeie vraag. Het huidige, om goed in die vorige vraag te zitten en jouw vraag goed te beantwoorden, is het als we nu kijken naar ons onderwijssysteem, is het een soort, zonder reclame te maken, een Jumbo of Albert Heijn of Co-op, whatever, supermarkt. Een supermarkt. Een supermarkt waar je naartoe gaat, jij en ik en iedereen die thuis nu aan het kijken is, om brood, kaas, melk en eieren te kopen. Ja? Dan ga je naartoe, dat koop je, dat reken je af en je loopt naar buiten toe. Als ik op vakantie ga en ik rijd door België, Frankrijk, want in België heb je ze ook, hè, heb je van die Carrefour supermarkten. Mm. En daar loop ik altijd naar binnen als ik op vakantie ga om kaas, melk, brood en eieren te kopen. Maar als ik dan klaar ben en ik loop naar buiten toe, loop ik altijd met een stel winterbanden naar buiten, onderbroeken naar buiten, nog wat deo in de aanbieding. En ik heb ervoor gezorgd dat mijn dochter daar haar haartjes geknipt heeft. Dat komt toevallig daar ook. Wat ik bedoel is dat onderwijssysteem moet die supermarkt blijven. En we moeten er net als een Carrefour supermarkt daar van alles omheen bouwen om al die externe factoren die gemist worden thuis, om die daar aan te vullen. Maar dus de school moet eigenlijk ook de taken van de ouders op zich nemen. Want dat is wat je in België voor het hoort. Dat men daar gewoon een lijn trekt en zegt, sorry, maar wij zijn er om onderwijs te geven en kennis en niet om nog een keer ook opvoeding te doen. Als dat zo was geweest, als het zo kon, dacht ik, wauw, prachtig. Alleen niet iedereen is zo gezegend geboren met ouders zoals die van jou, of net als mij en mijn vrouw, die onze kinderen opvoeden. Wij zijn heel erg bezig met die opvoeding. Maar er zijn heel veel kinderen, dat is hoe je het moet zien, hè. Een vrouw is 9 maanden zwanger en die gaat naar het ziekenhuis en die baart een kind. En dat kind dat wordt geboren, dat opent zijn of haar oogjes op een plek. En dat bepaalt hoe jouw toekomst eruit ziet. Dus open jij je oogjes in de Schilderswijk, Kanaleneiland, whatever, dan heb je dus veel minder kans om te slagen dan dat je in Wassenaar of Hilligersberg doet of in op de Zuidas, weet je wel? Dat is toch oneerlijk? Dat is super oneerlijk. Het maakt dus heel erg uit wie je ouders jij zijn. Jij zegt dus, door het onderwijs anders in te richten, door burgerschap, hè, oh god, ik was een uur, twee uur in de week, beter te doen, kunnen we dat tegengaan? Zeker, doordat je ervoor zorgt dat je burgerschap een prominentere plek geeft, veel prominenter, dat je in opleidingen tot burgerschap, hè, want dat vind ik trouwens ook nog best gek, dat we niet al lang heel stevig bezig zijn over lerarenopleidingen burgerschap. Waarbij we zeggen gewoon de maatschappijleerdocenten en de omgangskunde docenten die nu opgeleid worden, dat die worden ook gewoon lerarenopleiding omgangskunde en burgerschap genoemd. Of lerarenopleiding maatschappijleer en burgerschap genoemd. Omdat burgerschap van essentieel belang is. Omdat het namelijk niet gaat over nogmaals een soort staatsonderwijs. Nee. Waarbij we mensen proberen à la, met alle respect, China op te voeden. Om allemaal in één pas te lopen. En er zijn 3 soorten kapsels die je kunt nemen. Nee, in Nederland heb je die volledige vrijheid. Dat is een enorme kracht. En we moeten die mensen en die kinderen dat leren. En leren ook hoe ze daarmee om kunnen gaan. Om in het vrije speelveld je te kunnen redden. Want heel veel mensen kunnen zich niet redden in het vrije speelveld. Ik begreep wat je zegt. Hè? Dus in een goede wereld, in een goed systeem,
zijn leerkrachten in staat om eigenlijk die leerlingen goed te spotten en daar op maatwerk eigenlijk social skills aan te leren? Op een manier die minder is, je zit, ik vertel het, maar dat je het eigenlijk samen doet. Exact. Kunnen die leerkrachten dat? Ja, zeker. Wij onderschatten echt onze leerkrachten. Als ik scholen binnenloop, met alle respect, er is misschien nog geen 1% die in dat onderwijs zit. En iedereen die aan het kijken zit, die herkent dat soort onderwijzers die naar school toe gaan omdat ze aan het einde van de maand salaris krijgen. 99,9% die zie ik naar school toe gaan met een soort drive om die samenleving een impuls te geven om kinderen te helpen die energie krijgen op het moment dat een kind zegt, oh, juf of meester of meneer of mevrouw, ik begrijp het, wow. En dan vind je de liefste DT-fout. Bijvoorbeeld, ja, precies, weet je, dat soort dingen. En dan zit je daar als leerkracht en dan ga je naar huis en dan denk je, wauw, hier doe je het voor. Want met alle respect, niemand gaat een lerarenopleiding of pabo doen om kindjes te pesten. Want ten opzichte van de hoeveelheid werk die je doet in zo'n opleiding, ten opzichte van wat je betaald krijgt, ja, dan kun je eigenlijk econometrie gaan doen en dan kun je 4000 euro als ZZP'er in de week gaan verdienen. Zo zwaar is zo'n leraaropleiding en zo'n pabo-opleiding. Dus ik weet, die mensen die in het onderwijs aan het werk zijn, zoals bijvoorbeeld ik in één dag in de week, je gaat echt met zoveel plezier naar je werk. Je gaat helemaal opgeslurpt van energie, kapot naar huis. En dan moet je vaak thuis ook nog een hoop doen. Maar je doet het met zoveel drive. En er zit daar zoveel kennis en vaardigheden. Wel belangrijk om aan te geven dat er heel veel verandert in de samenleving. Ieder jaar zijn er wel weer nieuwe uitdagingen. Zoals bijvoorbeeld artificial intelligence. Dus die alleen al dingen als bijvoorbeeld face swapping. En dat fake news er anders uitziet. Dus je loopt altijd achter eigenlijk. Ja, dus je moet altijd wel, net als met APK, moet je ieder jaar eigenlijk, dat doen heel veel scholen al met een vorm van professionalisering. Maar je zou het eigenlijk nog veel meer een soort gecentraliseerd willen hebben. Hoe verandert de samenleving? En we moeten ze constant blijven bijsturen. Ik moet ook constant bijgestuurd worden om de nieuwe problemen goed te kunnen begrijpen. Om nogmaals al die externe factoren bij te vullen. En om weer niet te chargeren, slachtoffer denken. Het is ook wel weer zo dat ook mensen van de middenhoge klasse heel veel uitdagingen hebben in de samenleving. Dat heel veel ouders van middenhoge klasse gezinnen, dat die zodanig druk zijn dat die nauwelijks hun kinderen op een goede manier opvoeden. En dan worden het van die spoiled mensen die vinden dat ze beter zijn dan de rest. En dat is ook niet oké. En daar is burgerschap ook goed voor. En hier is mooi aansluitend, Karim, een vraag. Karim, eens met het belang van leren dat er meerdere perspectieven zijn en dat je dat moet doen. Alleen de vraag is, hoe doe je dat, meerdere perspectieven leren, als kinderen al in het basisonderwijs geen andere perspectieven in de klas zien of horen? Ja. Want dan ben je, laten we zeggen, een bepaalde juf of meester. En we gaan ervan uit dat ze allemaal supergoed zijn, behalve die 1%. Maar die zijn niet bij de borrel, want die liggen op een gat natuurlijk. Maar dus die fantastische leerkrachten en leerlingen van basisonderwijs die nu aan het kijken zijn. Dan zit je dan met een school waar al die kindjes ongeveer hetzelfde zijn. Hoe doe je dat? Die kinderen zien geen ander verschil en komen dan op een middelbare school. Dan zijn ze eigenlijk al 10-0 achter. Ja, goede vraag. En tevens heb je dat probleem. En dat probleem is ook in dorpen waar weinig diversiteit is, waar je wel mensen van de midden- en hoogklasse hebt. Wat ik altijd doe, is, ik werk met een methodiek, dat heet de talking stick methodiek. Tevens kun je dat ook met Socratisch gesprek of met deep democracy. Toch wel dingen die mensen die nu aan het kijken zijn, denk ik wel herkennen. En als je de talking stick methodiek nog niet kent, zoek het vooral op. Want dat is een methodiek waarbij je vanuit een dialoog, vanuit een dialoogprincipe werkt, waarbij je de kracht van het kind zelf probeert te benaderen, kritisch denken aanzet, zelfredzaam en weerbaarheid leert. Zeker in zo'n hele grote wereld binnen de telefoon, binnen die alternatieve media die ze hebben. En die talking stick methodiek die zorgt ervoor dat je niet op elkaar reageert, maar dat je elkaar gaat inspireren. Dat zorgt er ook voor dat je je horizon gaat verbreden en dat je daardoor dat hele belangrijke vaste stramien die je in het basisonderwijs gekregen hebt. Hè? Want je hebt daar toch wel ook inderdaad geleerd om heel erg in een soort kaders te denken. Wat zeker niet altijd slecht is. Zeker in de meeste gevallen de kennis die je daar mee krijgt, 99,9% heel waardevol. Maar soms zorgt het ervoor dat je moeilijk kritisch kunt nadenken en naar buiten kunt stappen. Is dat deze methodiek zorgt er echt voor dat je dat wel weer kunt doen. Dus die basisonderwijzers die nu aan het kijken zijn, zeg jij, met de juiste methodieken kun je eigenlijk in een diverse of niet diverse klas, maakt niet uit, want elk kind is in principe divers, ja, dus elk kind is weer anders, kun je dat leren.
Ik kreeg dan het gevoel, zo, dan moet je als leerkracht zoveel kunnen. Nee. Je moet, en je kreeg dat onderwijzen om onderwezen te worden. Dan moet je elk jaar nog een keer bij zijn. Je moet alles van alles weten. Je moet een keer empathisch kunnen zijn en dat over kunnen. Het zijn soort superwezens. Ja. En waarschijnlijk is het leerkrachtenniveau fantastisch. Maar kom aan, zeg. Niemand kan dit, hoor, behalve 3-4 mensen of zo. En ja. Die worden dan na 5 jaar gaan die ergens anders weg. Ja, dat zou je dus wel denken. Maar dus misschien wel goed om te horen ook, voor de mensen die aan het kijken zijn. De meeste leerkrachten hebben deze vaardigheden gewoon al. Die zijn al, want eigenlijk wat je nodig hebt is culturele sensitiviteit, religieuze sensitiviteit. Je moet je in kunnen leven, empathie in andere mensen. Je moet bepaalde sociale vaardigheden hebben. Nou, dat zijn allemaal dingen die je als onderwijzer, als vanzelfsprekend in je lerarenopleiding of als mens al leert, als professional leert. Oké, okay, dan hebben ze het, sorry dat ik je onderbreek. Maar ja. Oké, dus iedereen die kijkt, proficiat. Je hebt alles wat je nodig hebt. Nou, niet alles. Niet alles. Okay, wat nee, zeker niet alles. Zeker niet alles, omdat als je het hebt over thema's als kansenongelijkheid, radicalisering, diversiteit en inclusie. Dat zijn allemaal thema's die van essentieel belang zijn in jouw burgerschapslessen. En dat zijn wel dingen die je bij moet spijkeren. Dat is wel heel belangrijk, want niet iedereen weet waar bijvoorbeeld radicalisering vandaan komt. Wat diversiteit nou eigenlijk is, wat inclusie is. Hoe het komt dat je onbewuste vooroordelen op een bepaalde manier gevormd zijn. Daar is het wel belangrijk dat je je probeert in te lezen. Dat neemt nog niet weg dat je, ik zeg even, 75% al bezit. Maar die laatste 25% daarvan, ik zeg, nou, die moet je echt gaan bijspijken. Dat kun je doen door zelf op zoek te gaan naar bepaalde antwoorden. Of al die geweldige mensen in je omgeving te benaderen om te vragen. Leer mij nou eens en voed mij nou eens even om nog cultureel sensitief te worden. Om religieus sensitiever te worden. En te begrijpen waarom ik bepaalde onbewuste vooroordelen heb. Want een opmerking is van geweldige mensen die het heel goed bedoelen. Zeggen wel eens heel vaak tegen mij, ik ben in Nederland geboren trouwens. Die zeggen tegen mij, Karim. Wat praat je goed Nederlands? Dat zeggen ze tegen mij nooit. Nee. Dat is dan weer jammer eigenlijk. Tegen mij zeggen ze dan van, je zo'n leuk accent hebt. Ja, geweldig. Jullie Belgen vind ik zo leuk. Ja, geweldig. Vind ik echt heerlijk. En dat noem je microagressies. Ja, dat kunnen, zijn er een heleboel. Ja. En dat geldt voor bijvoorbeeld vrouwen die voorzitter van college van bestuur zijn. Dat die zeggen, hoe heb je dat geflikt zo met thuis? Nee, moet je niet op tijd thuis zijn. Moet je niet op tijd thuis zijn bijvoorbeeld. Ja. Nou, en dat zijn, je haalt de kinderen af. Dat zijn allemaal microagressies. Dat zijn allemaal van die opmerkingen die heel veel kunnen doen met degene met wie je in gesprek bent. Maar als jij niet weet dat dat zo is, dan kun jij met een beste bedoeling gezegd hebben, wat goed dat jij bent wie je bent. Maar dan kan dat enorm veel doen met de ander zijn sociale pijn. Maar dus eigenlijk zeg jij burgerschap. Want kijk, het is nu steeds belangrijker en groter aan het worden. Ja. Dus eigenlijk zeg je, de onderwijzers hebben voor 75% hebben alles. Ja. Spijker het bij. Wie zorgt voor die bijspijkering? Is dat bijvoorbeeld Stichting School en Veiligheid? Stichting School en Veiligheid is een hele goede partij. Ik was niet zo heel lang geleden om een klein beetje een inkijkje te geven over wat er achter bij de talkshow M gebeurde op NPO 1. Ik was in gesprek met minister Slob en die kwam naar mij toe en die zei, je doet heel veel geweldige dingen, wat mooi. Nou, ik heb hem voor mijn serie gesproken. Vond het heel cool. Want hij is ook een hardloper, dus daar vonden we elkaar. En die zei toen tegen mij, ken je Stichting School en Veiligheid? Ik zeg, ja, tuurlijk ken ik die. Toen zeiden ze tegen mij, Stichting School en Veiligheid, daar moet je eens een keer mee in gesprek gaan. Want die doen echt hele mooie dingen op dit soort thema's. Het bespreekbaar maken van lastige onderwerpen, radicalisering, polarisatie. Maar die leren je ook hele belangrijke vaardigheden. En voor de mensen die nu aan het kijken zijn en die nog nooit in aanmerking zijn gekomen, of aanraking zijn gekomen met Stichting School en Veiligheid, er zijn heel veel gratis trainingen die ze geven. Herhaal het misschien even voor de Hollanders. Gratis, gratis training. Training. En er zijn ook, er komt volgens mij ergens in april volgens mij nog een hele grote conferentie aan. Waarschijnlijk wordt die online, heb ik begrepen. En dan kun je je inschrijven op allerlei workshops die je gratis kunt volgen. Dus ik bedoel, hoe mooi wil je het hebben? Er zijn heel veel gratis mogelijkheden online terug te kijken en om te volgen. Dat er een professional bij je op school komt. Die mogelijkheden zijn er allemaal. Dus eigenlijk begrijpen hoe dat de maatschappij in elkaar zit. Voor jezelf al erkennen wat je mist. Dat is ook al. Vraagt ook al heel een belangrijk. Maar okay. Ja. En dat gaan zoeken, begrijp ik. Ja. Hier komt een vraag binnen. Wat moet iedere lerarenopleiding minimaal aan bod laten komen om een goede docent burgerschap te creëren? Goeie vraag. 10 punten voor deze vraag. 10 punten voor de vraag. Wat mensen moeten doen is die lerarenopleiding moet elk jaar herzien worden, elk jaar gekeken worden met welke onderwerpen er op dit moment in de samenleving spelen. Wat er minimaal aan bod moet komen is die
Ik weet niet of je Social Dilemma wel eens gezien hebt aan Netflix over alternatieve media. Verschrikkelijk. Veel drama in die docu, maar wel heel erg waar. Dus dat soort onderwerpen over alternatieve media, wat alternatieve media doet met onze kinderen op dit moment. Hè, tussen de 10 en 14 jaar 138% stijging van zelfmoordpogingen. Nederland stond heel lang heel laag. België staat al jarenlang in de top 5 zelfmoordpogingen bij jongere mensen. Maar dat komt door onze ouders. Maar in Nederland had je dat heel lang niet. En de afgelopen 5 jaar zijn jullie enorm gestegen in zelfmoord onder jongeren. Ja, en dat is echt alarmerend. Dat is enorm alarmerend. Dus daarom ook zo blij dat POVO School en Veiligheid mij uitgenodigd heeft om hier met jou hierover te komen praten. Omdat burgerschap nou voor mij de oplossing is om dit soort uitdagingen aan te pakken. Maar dat begreep ik. Ik begreep als ik jou hoor, denk ik, yes, wauw. En al die docenten denken van, wat heb ik een belangrijk vak. Zeker. En dan denk ik, dan krijg je een uurtje. Ja, en dan sta ik daar voor die les en ik heb mijn mond nog niet open en die kinderen zijn alweer weg. Weet je? En dan heb ik, wat is het in Nederland tegenwoordig, 50 kinderen per klas die allemaal een probleem hebben. Ze komen ook allemaal met een label van een of andere dokter, want anders mogen ze niet bestaan. En je moet dan nog een keer papieren invullen. Het lijkt mij bijna niet meer te doen. En administratie en al die kids en dat maken wij. Ik moet nog zelf cursussen doen. Ja. Ik heb zo'n gevoel. En hoe houden die leerkrachten dat vol? Hoe kan dit? Ja, het is lastig. Ik erken dat heel veel onderwijzers lastig is. Maar tegelijkertijd ben ik van overtuigd dat heel veel leerkrachten nu ook aan het luisteren zijn en die zeggen, mooiste vak wat er is. Mooiste vak wat er is. Het is lastig, maar het is het mooiste vak wat er is. Ik twijfel ook wel weer elke dag om gewoon weer fulltime les te gaan geven in plaats van 1 dag in de week. Want er is niks mooiers dan dat je die kinderen ergens vooruit kunt helpen. Maar het vraagt wel om een systeemverandering. Alleen, wat ik zo lastig vind, is systeemverandering ligt buiten onze cirkel van invloed. Daar kunnen wij nu vrij weinig aan doen. Wat we wel kunnen doen, is kijken wat we binnen dat uurtje en binnen net wat meer daarbuiten kunnen doen. Bijvoorbeeld op de school waar ik lesgeef, hebben we al heel snel gekeken van alle soft skill vakken, die moeten we allemaal met elkaar gaan bundelen. Dus we moeten SOB, loopbaanoriëntatie en begeleiding, ook stagevoorbereiding trouwens, die uren die daarin zitten, burgerschap, maatschappijwijs is een vak bij ons, is allemaal bij elkaar gehaald. En nu heb je ineens 3,5 tot 4 uur les in een week over burgerschap. Alleen dat betekent dat je de ene week echt heel erg op politieke dimensie zit, of economische dimensie zit en op democratie zit. En dat je de andere week toch ook wel wat meer aandacht moet geven aan stage. Maar er zitten zoveel relaties die met elkaar te maken zijn. Heel veel verbindingen die met elkaar te maken zijn. Waardoor je meer uur achter elkaar kunt geven. Ja. Vraagt ook wat van de roostermaker. Maar blijf hameren bij je onderwijsmanager. Blijf hameren bij je collega's dat dit van essentieel belang is. En hoe? Evidence-based, hè, mensen. Erasmus Universiteit die heeft in Rotterdam toch eens onderzoek gedaan naar hoe kunnen we toekomstbestendig onderwijs aanbieden. En die heeft gezegd, minimaal 50% van je opleiding moet bestaan uit soft skills. Wil jij straks gaan concurreren met robots? Ja. Ja, dat is sowieso ook vrij logisch. Maar dat zou dus betekenen dat de helft van je week moet bestaan uit vakken als burgerschap. En ik snap dat ook wel. Want maar nu kom ik tot iets essentieels. Niet een uur, maar 50%. Niet een vak apart, dat dan moet zeggen wat democratie betekent. Hè. Niemand, is meer dan dat. Niemand die ervaren is weet het, dus laat staan dat je het kunt overgeven. Eigenlijk zeg jij, in de school op zoek gaan naar elkaar, samen verbinden, exact. Grotere lijnen maken. Ja. Zorgen dat je snapt dat het niet alleen is een beetje lesgeven, dat het ook over opvoeding gaat. Ja. Heel goed zien wie er wat tekort heeft. Het lijkt, ik snap, ik zeg zelf dat het heel moeilijk is. Maar je zegt ook, het is essentieel of we falen. Toch? Als we niet 50% soft skills gaan geven, dan gaat zeker de sociale mindere klasse nog meer vallen. Ja. Dat is het eerste dat geautomatiseerd wordt. Ja. Dan krijg je eigenlijk nog grotere scheiding in de samenleving. Ja. En dan is het eigenlijk een beetje klaar. Toch? Ja, en wat je dan krijgt, is eigenlijk misschien wel goed om de volgende slide daarin mee te nemen. Maar, Zit een klein filmpje in, is dat wat je namelijk ziet, is dat de kids opgroeien met een bepaalde frame. Je ziet heel veel dingen in je omgeving die je bias, je onbewuste vooroordelen aan het vormen zijn. Laten we maar kijken naar het volgende filmpje, die mij elke keer als ik het zie weer enorm raakt. Zo jong dat ze nog niet geleerd hebben sociaal wenselijke antwoorden te geven. Welke huidskleur vinden mensen het mooist? Dat is echt een huidkleur. Welk jongetje is het
slimste? Die. En welk jongetje is het stoutst? Die jongen die kijkt best boos. Welk kindje krijgt het meeste straf van de juf? Zwarte. Welke pop is het slimste? Deze. Waarom? Omdat hij niet deze lijnen blaast. Welke pop is het slimste? De witte. Omdat witte mensen, dit bijvoorbeeld is een Indiaan, is een donkerblut mens, is een beetje dom. Hij weet eigenlijk niet wat de mensen willen en zo. Hm. En dit is een Amerikaan en die weet alles. En welk kindje is het stoutst? Ben, maar deze. Die zijn niet mijn kleer. En welk kindje is de baas? Dat is de slimste. Welke pop vind je het mooist? Deze, want ik is heel fijn. En zo was ik ook vroeger. Welk kindje haalt de hoogste cijfers? Deze is moeilijk. Ik denk deze. Ja? Ja. En welk kindje krijgt de meeste straf? Deze. Maar ik weet niet waarom. Welke pop is de baas? Niemand is toch de baas? Nee. Je bent de baas over jezelf. Ja, het raakt altijd weer als je het kijkt, weet je. Ik bedoel, maar dit is wel de realiteit. Niet alleen bij kinderen, maar ook bij heel veel volwassenen. Je ziet bij twee van de kinderen dat er nog een twijfel is. En zeker bij het laatste kindje die dan al geleerd heeft vanuit huis. Niemand is de baas en die huidskleur maakt in principe niet uit. Maar heel veel andere kinderen, ook die opgroeien in diversiteit, zien dus constant tekenfilms, zien ook films waarbij een bepaalde rolverdeling is. Van bijvoorbeeld een Indiaan die een bepaalde kleur heeft. Eigenlijk een Native American of een Native Canadian. Om een voorbeeld te geven. Ik werk veel met de Talking Stick. Die heb ik overhandigd gekregen van Chief Phil Lane. Dat is een Native American. Hebben we een hele mooie ceremonie gedaan. En wat me nog heel erg is bijgebleven is dat je toont dus aan dat je waardig bent om met die stok te gaan werken. En op een gegeven moment, een ceremonie in een cirkel, we zijn bezig en trommelgrof. En hij doet zijn tooi op en hij sminkt zichzelf en hij begint te doen. En mijn reactie is dat ik in de lach schiet. En hij komt naar mij toe en hij doet een hand op mijn schouder en hij kijkt me diep in mijn ogen aan en hij zegt tegen mij: Karim, it's no problem, I understand. Weet je, hij zegt: ik weet wat jij op school geleerd hebt over de natives. En dat dat eigenlijk altijd een karikatuur is geweest. En dat het altijd iets geks is geweest. En dat het nooit iets moois is geweest. En daardoor voedt dat je onbewuste vooroordelen. En daarmee dus ook de keuzes die jij maakt in je klaslokaal, in je omgang met je collega's. Voor het geval dat jij denkt, die HR-mensen zeggen dat altijd. Ja, je moet er altijd goed uitzien en goed gekleed. Want in de eerste 3 seconden is de keuze al gemaakt of ze je willen of niet. Dat zijn gewoon onbewuste vooroordelen van de HR-manager. Die heeft onbewust vooroordelen over degene die hij tegenkomt. Bijvoorbeeld, lijkt diegene op iemand waar je van houdt? Lijkt diegene of represent diegene iemand die je als een soort held in een film hebt gezien? Jij weet het niet, daarom heet het ook onbewuste vooroordelen. Maar daarom gaat er een trigger in je hoofd af die positief of negatief is. Daarom hebben mensen ook een bepaalde negatieve gevoelens bij bijvoorbeeld een vrouw met een hoofddoek, omdat ze constant een negatieve associatie op tv hebben gezien. Wat natuurlijk een
enorm lastig iets is voor jou, omdat het ook een menselijk mechanisme is. Nou ja. En je kunt daar bijna niet omheen. Als je naar een land gaat waar ze allemaal hoofddoeken dragen, dan voel je bijvoorbeeld super raar dat je daar zo totaal ongekleed komt. Ja, bijvoorbeeld. Ik kreeg een opmerking. Ja. Opmerking, geen vraag, opmerking. Hey Karim, je hebt het over uren, 50% van soft skills, hey, maar je blijft zien als een vak. En hier zegt de persoon van, het gaat niet alleen wat in het klaslokaal gebruikt, ook in de vrije tijd, op het schoolplein spelen, hoe we ingrijpen bij opdrachten, hoe we zorgen dat mensen goed samenwerken of niet. Zeker. Daar zit misschien zelfs nog veel meer in. Het moment dat die kids eigenlijk vrij zijn, vrij of zelf mogen gaan doen, die niet in het klaslokaal is, waar de leerkracht gewoon op kijkt, dat het daar misschien nog belangrijker is dat je beseft hoeveel invloed je kunt. Zeker. Dus ik zie die klas ook echt als een soort mini-samenleving. Ja. Waarbij al die diversiteit in leeftijd, in gender, in geaardheid, in geloof, in whatever, die komen allemaal bij elkaar in het klaslokaal. En daar kun je dus oefenen. En oefenen betekent niet, iemand staat hier en die geeft een theoretisch kader en that's it. Nee, het betekent ook inderdaad dat mensen vooral dingen moeten gaan doen, dingen moeten gaan ondernemen. Maar dat geldt dus ook voor, en daarom zeg ik rode draad door heel je opleiding. Je hebt een burgerschapsvak waarbij je een theoretisch kader kunt bieden, mensen handvatten kunt bieden, tools kunt geven om vervolgens in de rest van heel die opleiding te kunnen uitvoeren. Want burgerschap stopt niet op het moment dat die kinderen of jongeren of studenten de deur uitlopen. Nee, in die pauzeruimte is ook burgerschap. In aardrijkskunde is ook burgerschap. In rekenen is ook burgerschap. Hoe ga je met elkaar om? Hoe nodig vind jij het om de ander die eigenlijk een 4 zou gaan halen om je erover te bekommeren en diegene te gaan helpen? Nou, daar gaat burgerschap ook dat over. Dat is ook beoordeeld wordt op hoe heeft men samengewerkt. Exact. Dus het resultaat is misschien mooi, maar als je niet goed samengewerkt hebt, krijg je punt af. Exact. Je hebt nog 5 minuten, dames en heren. De helft van jullie is al volledig dronken, zie ik. Dus Karim, zijn er dingen die je zegt van je presentatie? Oh my god, ik wil zeker dit nog even tonen. Slide. Ja, element. Dat is een goede vraag. Dus die onbewuste vooroordelen zijn van essentieel belang dat je daar bewust van bent. En voilà. Dat komt. En dat dus kun je doen door cursussen, bijeenkomsten. Er zijn heel exact. Mooie. En ontmoeten. Pellen. Ontmoeten. Echt gaan ontmoeten. En je bewust zijn. Klinkt heel gek. Je bewust zijn van het feit dat je onbewuste vooroordelen hebt. En hoe komt dat? Iedereen heeft ze. Bijvoorbeeld als je het hebt over stereotypes, hè, dan denk je bij een stereotype Nederlander, denk je aan gierig, blad voor de mond. Ja. Geen blad voor de mond. Slecht in bed. Bijvoorbeeld, als je het hebt over vrouwen, dan zeggen mensen stereotypen is kunnen niet parkeren. Mannen is als ze ziek zijn, dan is de wereld vergaan. Maar ook als je aan stereotypen Marokkaanse Nederlanders denkt, dan denk je aan iemand die een dief is. Als je denkt aan een stereotype van een vrouw met een hijab, met een hoofddoek, dan denk je aan iemand die waarschijnlijk thuis onderdrukt wordt. Op het moment dat je aan Turkse Nederlanders denkt, denk je aan malafide autohandelaren. Dat zijn allemaal stereotypes die jou aangepraat zijn, die je in je achterhoofd hebt. Dat als het goed gaat met je, allemaal oké, zoals we nu zitten, is allemaal oké, we zijn aan het borrelen, kun je allemaal nuance aanbrengen. Ah, joh, ik weet dat dat stereotypes zijn, maar die laat ik helemaal niet meenemen in alles wat ik denk. Op het moment dat het slecht gaat in de samenleving en er is een aanslag en we staan tegenover elkaar, dan gaan stereotypes weer een hele belangrijke rol spelen. Het is toch ook zo dat jullie altijd op die manier denken, is dan een van de opmerkingen. Ja, jullie. Ja. Dus wees je bewust van het feit dat die stereotypes een hele belangrijke rol spelen. Nog een klein aantal componenten, want kansongelijkheid hebben we dus ook al benoemd. Hè? Dat het gaat over schaduwonderwijs. Diploma van je ouders, hoe hoog dat niveau is. Portemonnee, dikte van je ouders. Culturele achterstand, hè? Dus dat als je nooit naar musea gaat, nooit iets met kunst. En jij bent echt een kunstman. Als je daar nooit mee te maken hebt gehad, dat zorgt er dus ook voor dat je daardoor een achterstand oploopt in geschiedenis, in aardrijkskunde, in whatever. Leer ouders ook met ouderavonden dat voorlezen voor het slapen gaan van essentieel belang is. Dat hoeft trouwens niet alleen in de Nederlandse taal. Dat mag ook in een andere taal. Ook, ja. Exact. Het gaat over vaardigheden. Het gaat over bijvoorbeeld een boek dat ik mijn dochter nu aan het voorlezen ben. Gaat over kikker is ongeduldig. Daar leert mijn dochter dat ongeduld niet echt altijd goed is. Hè? Dus en lees je dan zijn. Dat boek voor of ga je dan improviseren? Dan gaat dat dochtertje dan om 12 uur slapen. Om 12 uur gaat ze slapen. We gaan samen met elkaar een line-up doen. En die oorzaken liggen hem in een soort self-fulfilling prophecy. Je wijkniveau, segregatie van het onderwijs. Hè, dat betekent voor PO is dat heel zichtbaar. Is dat je op 12-jarige selectie selecteert dat het funest is. Omdat kinderen dan vaak niet helemaal voorbereid zijn. En in het voortgezet onderwijs gaat dat over dat VMBO, dat HAVO, VWO allemaal losgetrokken worden van elkaar steeds meer. Terwijl als je ze bij elkaar brengt, dat namelijk stapelen stimuleert.
Maar dit begrijp ik. Alleen dit is weer die grote systeemverandering. Ja. Heb jij het gevoel dat als die leerkrachten burgerschaponderwijs met hun 75% die ze al hebben en die cursussen die ze doen en die extra dingen doen, ze sterk genoeg zijn ondanks het systeem om bij te dragen? Of denk je, ja, zolang het systeem niet verandert... Nee, zeker niet. Wij moeten niet wachten op dat systeem. Okay. Ik geloof namelijk dat als wij nu met elkaar die urgentie in dat klaslokaal bepalen, onze onderwijsmanager aanspreken op het moment dat er wat gezegd wordt, zoals, ja jongens, we moeten bijspijkeren, laten we dat in burgerschapsuren doen, dat de aardrijkskundedocent dan ook zegt, nee, dat gaan we niet doen. Burgerschapsonderwijs is essentieel, zodat ik mijn vak beter kan geven. Dus laten we maar gaan bijspijkeren in mijn uren of in extra uren, whatever. Laten we eens kijken of er bijvoorbeeld een bijlespartij in de omgeving is die onze leerlingen kan helpen. Want die zijn er trouwens voldoende, die ook nog eens gesubsidieerd worden door de staat. School en veiligheid aanschrijven over Stichting School en Veiligheid aanschrijven over, we hebben hulp nodig op dit thema. En niet pas Stichting School en Veiligheid benaderen op het moment dat er al iets aan de hand is. Ja. Doe dat in een preventieve staat op het moment dat het al goed gaat met je school. En dan investeren in dit soort thema's is van essentieel belang. Al die dingen, dat is een visuele cirkel, al die dingen die gaan bijdragen dat die urgentie voelbaar is. En wat er dan gebeurt, is dat het ministerie van Onderwijs, die straks op 17 maart gekozen wordt, hè, dus wees je bewust op wie je stemt trouwens ook, dat gaat er dan voor zorgen dat die de urgentie gaan zien en dan gaan systeemveranderingen komen. Zo geloof ik dat er pas systeemveranderingen gaan komen en niet andersom, dat we met z'n allen gaan zeggen er moeten systeemveranderingen komen, want er is een probleem. Andersom. Kijk, fantastisch, binnen de tijd, het komt goed, blijven volhouden en het wordt verdom hard werken, maar je krijgt er ook veel energie van. En als het niet meer lukt, ga hardlopen, dan komt alles goed. Lieve dames en heren, superfijn dat u, en anderen trouwens, superfijn dat u er was. Wij moeten gaan afronden. Ik wil eventjes iedereen bedanken die meegewerkt heeft voor en achter de schermen en zeggen dat we op 14 januari weer een tweede burgerschapsborrel hebben. Dit keer met Hanneke Velten, die heeft onderzoek gedaan naar alle systemen die zogezegd ja en nee discriminatie tegengaan. Zij weet welke werken en vooral welke niet werken. Als u zich daarvoor wil inschrijven, doe dat. Ga naar de website van de VO en van de PO-raad. Als u vragen heeft überhaupt over het leven, dan kunt u de VO en PO-raad mailen op burgerschap@voraad.nl of op post@burgerschap@debasisschool.nl. Of u gaat gewoon natuurlijk Stichting School en Veiligheid mailen met alsjeblieft, geef ons gratis cursussen. En voor de rest zou ik zeggen, drink nog een glas wijn of een alcoholvrij biertje en geniet van het feit dat u het allemaal niet weet, maar dat het uiteindelijk goed komt, want Karim heeft het gezegd. Dank u wel, tot de volgende keer.